Er is nog steeds geen duidelijkheid over de positie van Robert Penneu als minister van Onderwijs. Deze mededeling deed vicepresident Ashwin Adin vandaag tijdens een persconferentie over het onderwijsbeleid. Penneu heeft enkele weken geleden zijn portefeuille uit principiële redenen ter beschikking gesteld van de president. Echter heeft de president, Desi Boutersen, hierover nog geen besluit genomen. Adin merkt op dat een eventuele terugkomst van Penneu niet uitgesloten is. De VP benadrukt ook dat niemand anders dan de president een minister kan bedanken. Ik ga u zeggen, geen enkel vakbeweging gaat de minister naar huis sturen. En we willen ook de vakbeweging niet in zo'n positie brengen. Dat ze morgen kunnen zeggen, ja, we willen de minister... Waar gaan we naartoe als we zo beginnen op te stellen? Dus de indruk is gewekt, als zo de BVL of iemand gedaan hebben dat de minister... Ik ga u zeggen, dat is helemaal niet het geval. De minister heeft zich principieel opgesteld ten opzichte van die resolutie. En u kunt, waarom heeft hij dat gedaan? U moet het begrijpen. Directeurenberaad is die hoogste autoriteit in het middelbaar onderwijs. Straks als we zelfstandigen zijn, is de hoogste autoriteit. Als die zegt, wij willen niet meewerken aan dit, dan moet u voorstellen dat het heel middelbaar onderwijs niet kan functioneren. En de minister zijn werkarm dan niet kan gebruiken. Maar we kunnen daar toch wat uitvinden, maar de minister zei, oké. Maar de president is de persoon, is het instituut die dat de beoordeling gaat doen. En hij gaat een keuze maken. Als we om elk individu nog gaan zitten klagen, nou wij als vakbeweging, dat is niet de wijze. Ashwin Adin stelt verder dat de president zich breed laat informeren over deze kwestie. Volgens de vicepresident worden de grieven van de verschillende partijen, waaronder de vakbonden en het VOS-directeurenberaad, meegenomen door Boutersen. Op dit moment is hij nog bezig en het zou ergens in een afrondende fase moeten zijn. Mijn indruk hoor. En dan zullen we het van het staatshoofd horen. Ja. Maar de mogelijkheid bestaat dat meneer Penneu aanblijft als minister? Als ik u zo hoor uitleggen. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. En laten we de president de ruimte geven. En hij gaat ook de grieven van iedereen meenemen. Maar dan moet het technisch inhoudelijk zijn. Niet, ik vind de man niet leuk of vind dit dat niet leuk. De beoordeling van een manager, van een diplomaat, want dat zijn de verschillende aspecten van het minister zijn, moeten beoordeeld worden. En dan wordt het technisch inhoudelijk beoordeeld, alle groepen gehoord en dan pas mag je... En als het blijkt... Dat hij moet blijven, dan moet hij blijven. Als het blijkt dat hij moet gaan, dan moet hij gaan. Vicepresident Ashwin Adin vandaag tijdens een persconferentie over het onderwijsbeleid. Volgens hem is er nog geen besluit genomen over de positie van minister van Robert Penneu als minister van Onderwijs.